Jonge Kruis, Jaro Gangstroom, Stef de Bruin, Dilano van Doesburg, Vaas Weeland, Mark Veltink en Tijmen Siens. Succes, jullie finale, 7 jaar en jonger. Oei, niet zo lekker weg allemaal. Het heel snel. We gaan kijken naar Tijmen Siens. Die gaat daar een beetje op zijn minuutje en iets verdrukken. Tijmen Siens is altijd eens erbij. Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Wie gaat er met deze bal mee? Mark Veltink aan de buitenkant. Probeer er binnen toe te komen. En we zien we er meer van kleuren komen. Stef de Bruin bijvoorbeeld. Duikt als derde de bocht in. We gaan kijken. Als deze bal nog komen. De kleine mannetjes. De toekomst van de BMX. Hier over de baan. We hebben hier over de Olympische Spelen 2028. Daar moeten ze gaan vlammen. Het is hier de tweede plaats aan de genomen van Mark Veltink. Dat is de man uit de raad inderdaad in de spijkbossen. De man op de raad, dan kan je de kant steken. En dan krijgen we inderdaad Tijmen Siens, die dat goed bepaken. Ja, dat was niet de bedoeling. Hé Tijmen, even terugkomen. Als dat gaat lukken dan. Maar Mark Veltink met een aanval. En hij neemt die bocht mee hoor. Dan is nog één rechte lijn uit in de virus. Dan moet hij even aanzetten. Want Tijmen Siens komt dat toch weer terug. Nou, de mannen maken er een hele spannende strijd van. De derde plaats op het podium, Stef de Bruin.